In Ede is deze dag in het nieuwe laboratorium van het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek door de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de heer Mansholt, officieel geopend. Behalve over laboratoriumruimten voor bacteriologische, chemische en technische onderzoekingen, beschikt het instituut over een moderne proeffabriek die door de minister werd bezichtigd. In deze fabriek bevindt zich onder andere een volledige kaasmakerij. De hoedanigheden van de hier verveiligde kaas worden in de laboratoria van het NISO nauwkeurig onderzocht. De uitkomsten zijn van belang voor alle Nederlandse kaasproducenten. In de fabriek kunnen alle zuivelproducten worden vervaardigd. Melkpoeder, gecondenseerde melk, yoghurt, boter enzovoort. Zo is er een groot karrenlokaal waarin zich twee karrens met een inhoud van 3000 liter elk bevinden. De Nederlandse zuivelindustrie beschikt met dit instituut over een modelinrichting die alles wat het buitenland op dit gebied heeft overtreft. De hier verrichte onderzoekingen zullen de kwaliteit onze zuivelproducten nog verder kunnen opvoeren. Thank you.